Hier woonden we met z'n vieren aan de Van Swietelaan in Sjaarloos. Mijn broer Frank was 6, ikzelf Erik 9, Trace Post net 40 en Ger Post 37. 1961. We zijn in dat jaar 2 keer in Blijdorp geweest en dat kun je zien aan de verschillende kleren die we aan hebben. Voor een dagje diergaarde betaalde je toen 1 gulden per persoon. En dat is 1/50ste van wat je er vandaag voor betaalt. Het parkeertarief is nu al veel hoger. De camera ging eigenlijk altijd mee. Steeds meer mensen hadden een 8mm camera toen om vakanties, familie of een dagje diergaarde mee te filmen. Onze ouders hadden net een nieuwe camera, een Bolex Pajaar. Het was een dubbel 8 camera en die moest je na een halve minuut filmen opwinden. En 1 filmrolletje was na 3 minuten vol. Omgerekend naar nu was je daar dan ongeveer €30 voor kwijt. Maar het was leuk om te doen en hopelijk leuk voor later. En nu is het later en hebben wij dus dit raampje op het verleden. Henny en Wim waren er ook bij. Goeie vrienden, zonder kinderen, dol op ons en dol op dieren. Ze hadden zelf een aapje thuis gehad. Ik denk dat dat toen alweer weg was. En een Beo hebben ze ook jarenlang gehad. Die kon praten. Ja, dat mocht nog op veel plekken. Zelf de dieren voederen. Veel van de grote beesten zaten in de betonnen buitenverblijven rondom de Rivierahal. Je kon mooi kijken over die brede rand en je moeder was steeds bang dat je erin zou vallen. Bij de Rivierahal was eigenlijk het centrale punt van de diergaarde. Alle zwierige lijnen van de gebouwen en paden die waren bedacht door architect Siebold van Ravenstein, die komen daar samen. En daar stond ook de uitkijktoren, 44 meter hoog. Die is trouwens in 1972 gesloopt, omdat die toen al te bouwvallig was geworden. Dit was spannend. Door de spleten in het brugdek zag je hoe hoog je eigenlijk stond. Een goed gesprek met een grote parkiet. Kon ook spannend zijn. Dit raampje op het verleden kan maar heel kort open. En dat is jammer, want ik zou ook wel eens buiten de diergaarde willen kijken.
naar de rit terug naar huis toen. Naar wat we die avond hebben gegeten. En hoe het de dagen daarna is geweest op school. En ik dacht ineens, hoe zou het zijn als ik hem een raampje kon geven? Met uitzicht op de toekomst.